Internationale Dag van het Zich. Haley Bailey als Little Mermaid. En hoe bereid je je voor op een natuurramp? Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Mensen die niet goed kunnen zien, krijgen te weinig zorg. Dat blijkt tijdens de informatiedag voor mensen met een visuele beperking. Dat zijn mensen met een oogaandoening, slechtziende en blinde mensen. Bij de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, ook wel bekend als het enigste blindencentrum in het land, waren er vandaag veel vragen tijdens de informatiedag. Bacteriën in de ogen. Hoe dan? Hoe dan? Echte bacteriën in de ogen. Maar dat kan. Maar hoe komt dat? Meestal komt het in het kraanwater. Bijvoorbeeld, er zijn ook mensen die contactlenzen dragen. Even aan meneer. Er zijn mensen die contactlenzen dragen en er zijn mensen die door het dragen van contactlenzen die niet goed voorgelicht zijn en de lenzen in kraanwater bewaren of zo, die daardoor een hele erge bacterie hebben opgenomen en hun oog kwijt zijn geraakt. Vandaag hadden we dus na de vakantie van de SOS, van de doelgroep bij het blindencentrum, hadden we dus op bezoek. En we hebben een beetje een informatie gegeven door Farida Haarlo over oogaandoeningen en hygiëne bij de ogen, als je een oogaandoening hebt. Ja, zo'n dag is nodig omdat de doelgroep, meestal de mensen met een visuele beperking, die weten niet zoveel wat er allemaal, dus hoe ze moeten omgaan met hun beperking. Als ze het eenmaal al hebben of hoe dan ook. Als ze dus, wat de nazorg is, toch? En ze een beetje een hart onder de riem te steken. Farida Haarlo, die ook ogen meet bij kinderen, was uitgenodigd om informatie te verstrekken. En wat blijkt, er mist nog veel steun en algemene informatie. Ik kan het niet alleen, één persoon kan het niet. Je moet het met een groep doen en het moet ondersteund worden door de overheid. Er zijn diabetes die niet worden onderzocht, die niet worden verwezen voor oogcheck. Mensen worden blind dat niet nodig is. Mensen met glaucoom, kinderen met luie ogen of brilsterktes. Het is allemaal niet nodig dat men slechtziend en blind wordt als het regelmatig onderzocht wordt. En dat men weet wat het belang is van de oogonderzoek. En dat men wordt ook verwezen. En dat is er niet. Bij het centrum zit ook een kleine school, de Louis Braille School, met 9 leerlingen. Er zijn nog veel meer kinderen met een visuele beperking in Suriname, maar die zitten op gewone scholen. Dit is Rianne van 8. Ze zit op de Louis Braille School. Wat doe je thuis? Soms wil ik niet met mijn speelgoed spelen. Soms ga ik ook knutselen. En wat maak je als je knutselt? Maar ik knip toiletrollen in stukjes, in reepjes. Die reepjes, dan knip ik ze ook. Maar dan krijg je wel een heleboel snippertjes op de vloer. Daarom vraagt mijn mama om in een bakje of zo te werken. Ik kan nog niks maken. Wat wil je maken dan? Een vogel. Hou je van muziek? Heel veel. Wat voor muziek vind je leuk? Ik vind allerlei muziekjes leuk. Rianne zit niet zo lang op de school, ongeveer 2 jaar. En ze kan al veel woorden schrijven of ponsen zoals je dat met een braillemachine doet. Rianne, laat ons zien hoe het werkt. Hoe kan jij schrijven? Hierop. Met een blaadje, hier erin. En dan moet ik deze toetsen typen net als een computer. Hoe heet dat apparaat? Een braillemachine. Wat is braille? Wat is dit? Die puntjes, toch? Zo, dit heb ik geschreven. Oh, en zo kan jij lezen? Ja. Deze gaatjes zijn dus die puntjes wat ik moet lezen. Het zijn puntjes. Deze gaatjes die hierdoor op het papier zijn gedrukt. En is het moeilijk? Moeilijk? Nee, het is heel gemakkelijk. Je schrijft op school, wat doe je nog meer op school? Op school ga ik ook gimmen. En ik heb net ook een puzzel gemaakt. Een puzzel? Ja, toen ik klaar was met mijn werk. Toen ik klaar was met deze woordjes. Oké. En wat is het leukste wat jij vindt van school? Aardrijkskunde, schrijven, rekenen. Wat vind je het leukst? Het leukste vind ik dat
puzzelen. Want dan leer je ook een beetje hoe je een puzzel moet maken, hoe je je vormpjes moet maken. Oh, volgens mij moet het hoekje. Volgens mij moet het hier, denk ik. Hier zo. Ja, wacht, laat me kijken. Zet hem hier, zo. Zo. En dan voel dan? Oh ja, het sluit goed. Wat zou je nog meer willen leren op school? Leren hoe je papier-maché maakt. Zodat je nog meer kan knutselen? Ja. Om die vogel te maken? Ja, en om een vaas te maken. Een vaas van papier-maché? Ja. Een fles en dan plak je het vol met papier-maché. Te versieren. En daarna ga je het ook verven. En als het helemaal droog is, mag je het gebruiken. Oh ja, heb je een beetje nagedacht over wat je later wil gaan doen? Later? Wanneer je groot bent geworden. Ja, ik had in de pauze nagedacht om je vrouw te worden, maar ik weet het nog niet zeker. Het kan wel, ja. Zit je ook heerlijk met kinderen? Ja. En wat zou je die kinderen dan willen leren? Ik zou hun willen leren hoe je moet knutselen en leren schrijven. Rianne is nog jong en krijgt via de school veel begeleiding en steun. Maar voor andere mensen met een beperking mist dat. Deskundigen hopen dat er in de toekomst meer gedaan wordt voor mensen met een visuele beperking. Draai, ja. 1, 2, 3. Je hebt het gedaan! Ja! Mooi. Nu die andere puzzel. Orkanen, overstromingen, aardbevingen en andere natuurrampen kunnen sporen van vernielingen achterlaten. Ook in Suriname komen natuurrampen soms voor en daarom wordt het goed in de gaten gehouden. Bosbranden, orkanen of overstromingen. Over de hele wereld komen verschillende natuurrampen voor, zo ook in Suriname. Niet zo lang geleden hebben wij in het binnenland van Suriname, zeker in het Brokopondo gebied, hebben wij dus zo'n overstroming gehad, dat wat mij betreft deels gelegen is aan de natuur. En indirect hebben we ook door middel van het openen van de schutsluizen van de Afobakadam, hebben wij ook een stukje gehad dat het water hoger is gekomen dan is verwacht. Dus dat is een combinatie van natuurramp en man-made disaster geweest. Het binnenland en enkele delen van Paramaribo worden tijdens de regentijd vaak getroffen door zware regenval. Daardoor kunnen er in het zuiden en in het oosten dus grote overstromingen ontstaan. Dat veroorzaakt veel schade. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op dit soort natuurrampen, houdt het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing het weer goed in de gaten. In alle districten hebben wij teams geïnstalleerd op de districtscommissariaten. Die ervoor moeten zorgen dat als er zo'n ramp zich voltrekt in het district, dat zij als eerste kunnen beginnen met de respons, met de reactie op zo'n ramp. Dus dat is een deel van de voorbereiding. De eerste 4 diensten belangrijk, dat is dus de brandweer, het leger, dan hebben we de medische diensten, de volksgezondheid. Deze zuilen die zorgen ervoor dat we altijd ready zijn om te kunnen reageren op als er iets is gebeurd. Als er een natuurramp plaatsvindt, is het belangrijk om veilig te zijn. Als het gaat om rukwinden bijvoorbeeld, laat me dat voorbeeld geven. Terwijl de regens vallen en de rukwinden aankomen, dat je niet buiten gaat spelen in de regen, zoals we het in Suriname vaak hebben gedaan als kleine kinderen. Maar dat je dus ergens ervoor gaat zorgen dat je dekking zoekt. Je moet onder een tafel gaan zitten of je gaat in een badkamer, zoals wij dat vaak promoten. Omdat de badkamer heeft meestal stenen muren en dat geeft je meer bescherming. Maak een vluchtplan in je eigen huis. Je moet weten waar de sleutels zijn, bij wijze van spreken. Op dit moment wordt er geen grote natuurramp verwacht, maar het NCCR blijft het weer in de gaten houden. Nog steeds wordt er veel gesproken over de Disney-film over het leven van Ariel, de kleine zeemermin. Volgend jaar komt een nieuwe versie van de bekende tekenfilm uit. Dit keer wordt Ariel gespeeld door een zangeres en actrice met een donkere huidskleur. Disney deelde de trailer van de nieuwe film De Kleine Zeemermin
met in de hoofdrol de actrice met een donkere huidskleur Hailey Bailey. Out of the sea, wish I could be. In de dagen na het verschijnen van de trailer plaatsten tientallen ouders beelden van hun kinderen op social media, vooral op TikTok. Why can't we see your face? They're about to show it. Keep watching. Oh, she's black! Oh, she's my God! Black. Yes, 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 yes! Oh my God! Dat leverde Disney zowel leuke als minder leuke reacties op. Mensen prezen de beslissing van het bedrijf om meer diversiteit in de films te laten zien. Anderen uiten het met hashtags NotMyAriel kritiek op de nieuwe hoofdrolspeler. Zelf liet Bailey op Twitter weten dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Wij vroegen aan kinderen wat zij ervan vinden. Ik vind het heel prachtig dat Disney een donkere actrice heeft gekozen als Ariel. Want het is niet zo vaak dat donkere acteurs worden gekozen voor de hoofdrol. Het is goed omdat ze elke kleur kan hebben wat ze wil. Ik vind het heel erg dat de wereld op zijn kop staat alleen omdat Ariel donker is. Ik vind dat dat juist moet kunnen. Heel veel kinderen zijn erg enthousiast over de nieuwe Ariel. Maar de kleine Zeemermin zal pas in 2023 in de bioscoop te zien zijn. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet, ga goed om met elkaar. Goedenavond.